De tweede week in de strijd tegen het coronavirus, COVID-19, is ingegaan. Op de COVID-19-persconferentie van de regering is gisteren aangekondigd dat na evaluatie is geconstateerd dat zaken beter moeten worden aangepakt. De lockdown blijft in stand en sommige maatregelen zijn verscherpt, terwijl andere worden aangepast, zoals de opvang van landgenoten die uit het buitenland komen en in quarantaine moeten. Het managementteam heeft besloten om ook artsen in te zetten tijdens de repatriëringsvluchten van en naar Suriname. Deze maatregel is nodig om in een vroeg stadium eventueel besmette personen te identificeren. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie vertelt meer hierover. Laat ik u wat informatie verschaffen met betrekking tot de vluchten die bestemd zijn om de ingezetenen terug te halen, de repatriëringsvluchten. Er is gisteren een heel lang gesprek geweest op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, waarbij aanwezig zijn geweest diverse stakeholders binnen de luchtvaartsector, luchthavenbeheer, luchtvaartdienst, SLM. Er zijn instructies natuurlijk geweest naar een ieder toe. Er waren wat onduidelijkheden, die onduidelijkheden zijn natuurlijk ook weggemaakt. We hebben ter plekke de SOP die wordt gehanteerd bij de diverse vluchten ook goed doorgenomen. Die zijn verder verscherpt. En ik mag u meegeven dat vandaag die vlucht naar Curaçao uitgevoerd wordt. Waarbij dus afgesproken is en dat is ook daadwerkelijk doorgevoerd. Twee artsen meereizen met de crew. Om dat stukje van de veiligheid garant te stellen. Niet dat ze niet veilig waren, maar u begrijpt natuurlijk dat ook de crew zat met bepaalde vraagpunten. Die zijn dan weggewerkt. Ze zijn niet zomaar begonnen vanmorgen of vanmiddag met die vlucht. Maar de artsen hebben natuurlijk hun gesprek gevoerd met de crew. En op basis daarvan gaat natuurlijk gewerkt worden. De vlucht van Curaçao is gisteren uitgevoerd. Als alles goed gaat, zal morgen de vlucht van Aruba ook worden uitgevoerd, vertelde de minister verder. Ik denk dat het al bekend is natuurlijk dat het gaat om de afstand die gehouden moet worden van passagier tot passagier. Maar dat in case, let u wel, in geval er iets zich mocht voordoen, dat er twee artsen zijn, twee verpleegkundigen, twee getrainde personen, die gelijk kunnen inspelen op whatever zou moeten gebeuren of kunnen gebeuren. Het gaat in dit geval om de Curaçao-vlucht. Tentatief, ik zeg tentatief omdat nu momenteel de directeur SLM bezig is om dat verder uit te zetten met zijn team. Tentatief zal de vlucht van Aruba morgen ook uitgevoerd kunnen worden om de ingezetenen terug te brengen naar Suriname. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie gisteren tijdens de COVID-19 persconferentie vanuit het kabinet van de president.